Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze nieuwe stream. Vanavond is het tijd voor de clubavond bij Heiken DTC. En die zal voor het eerst online worden gehouden. Ja, ook wij als klein dorpje, maar groot in onze damdaden dan ook, kunnen niet achterblijven met andere teams, clubs, competities. En ja, dus moeten wij ook online. En vanavond is de eerste online clubavond van Heiken DTC. Als het goed is doen er alleen spelers mee die ook in het echt zogenaamd lid zijn. Maar nou ja, ik weet niet, eigenlijk niet eens wie iedereen zo is, dus laten we maar eens kijken hoe en alles dit gaat. Ik zal even op mijn telefoon ook Twitch erbij pakken, zodat ik in werkelijkheid ook de chat kan volgen en dergelijke. Dat is natuurlijk wel leuk. Dus als je meekijkt, laat het vooral even weten. En als je commentaar hebt op mijn spel, dan is dat ook zeer welkom. Dit is een eerste partij tegen Smitty en Berend P. Maar laat ik, ondanks dat het wel een interessante positie is, laat ik maar even teruggaan in het toernooi. Hopen dat ik zelf een snel een tegenstander krijg. Speeltempo is 5 minuten plus 5 seconden per set. En inmiddels zijn er al 11 deelnemers. Wat een aardige opkomst is voor de eerste online clubavond, dacht ik zo. Dus dat is hartstikke mooi. Ik kijk even hier in de chatruimte in Leaddraft. Heel veel mensen zeggen goedenavond. Dus ik zeg ook goedenavond tegen jullie. Ik ben benieuwd wie mijn eerste tegenstander is. Ondertussen kan ik wel iets vertellen over Heiken DTC. Dat is de club waar ik ben begonnen met dammen. Voorzitter Wim Koopman is een beetje een buurman van mij. Dus ja, eigenlijk iedereen uit het dorp Heiken zijn ongeveer zo'n 800, 900 mensen. Misschien tegenwoordig wel 1000. Ja, en elk kind dat opgroeit in Heiken, die gaat wel een keertje naar de damclub. En sommigen die blijven er hangen, zoals ik. En zo is het dus dat ik al een hele tijd bij Heiken speel. Sinds mijn 7e, denk ik. Dus dat zal ja, al bijna 20 jaar zijn. Ik speel tegen de TM de Groot. Prettige partij. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, en dat ik daar al 20 jaar speel, betekent dat ik daar natuurlijk een hele geschiedenis al heb. Ik heb eerst in de, nou ja, als jeugdlid begonnen. Als welpje meegedaan in de Drentse kampioenschappen. Tot en met 10 jaar. Daarna pupillen, aspiranten natuurlijk. En ik denk ook toen ik pupil was, voor het eerst is een keertje meegedaan in de nationale competitie. In het derde team van Heiken DTC. Dat zijn tientallen. En ook nou ja, na een jaartje ongeveer, denk ik, in een jaar of een paar jaar in het derde gespeeld te hebben, overgestapt naar het tweede. En uiteindelijk toen ik, ja, ik weet het eigenlijk niet, op welke leeftijd precies. Ik denk dat in 2008 dat ik voor het eerst een keertje inviel in
in het eerste team van Heikkidetse dat in de hoogste klasse van de nationale competitie speelt. De Eredivisie. Dus ja, ik speel me al mijn hele leven bij Heiken en dat is mooi. De club ligt me aan het hart, dus ik vind het ook leuk om, om onderling te spelen. En aangezien ik zelf dus ook in Heiken ben opgegroeid, ja, ben ik daar ook veel geweest, heb ik daar ook veel partijen gespeeld, veel geleerd. En ja, dat zorgt er altijd voor een goede binding met iedereen van de club, denk ik. Dat is ook heel belangrijk. Kijken hoe de partij gaat. Ik sta een schijf voor inmiddels. Ik sta ook positioneel wel aardig. Dus ik denk dat ik deze partij wel ga winnen. En daardoor... heb ik nog steeds de ruimte om wat extra's te vertellen misschien. Ja, het leuke van zo'n onderlinge competitie is ook dat de sfeer gemoedelijk is. Het gaat niet per se om het winnen. We hebben bij Heikkidetse geen onderlinge competitie die ook bepaalt wie er uiteindelijk in de tientallen komen te spelen. Dus ja, er is wel wat ruimte voor grappen en grollen en weet ik veel wat. Ook op het danbord wel. Je kan van alles uitproberen. En door het jaar heen zijn er een aantal vaste toernooitjes. Clubtoernooi van Heikkidetse. We hebben de Jonkersbokaal. Dat is een speciale bekercompetitie die op maandagavond, onze vaste clubavond, wordt gehouden. Waarbij de sterkere speler op papier, qua rating, 5 minuten bedenktijd krijgt. Tegenwoordig denk ik wel plus 5 seconden per set ook. En de minder sterke speler qua rating krijgt 10 minuten en dan ook 5 of 10 seconden per set. Met de regel dat de sterkste speler moet winnen, wil die doorgaan naar de volgende de ronde. Dus ja, en dat maakt het altijd een heel interessant toernooi, omdat iedereen kans heeft om te winnen. Even kijken of dit allemaal werkt. Ja. En ja. Kan ik er nog meer over zeggen? Dat een clubavond gewoon ja, belangrijk is voor een club. Omdat iedereen daar elkaar tegenkomt in het sociale aspect. Van het dammen en van het samen, ja, samen zijn, dat leeft daar heel erg. En ja, op die clubavonds zijn ook vaak nog wel eens andere mensen dan de spelers in de tientallen. Maar ja. Dus ik denk dat ze zeker net zo belangrijk zijn. Door het speeltempo van 5 plus 5 duurt het wel eens even voor er weer een partij is. En ja, ik wil natuurlijk eigenlijk ook niet tegen dezelfde tegenstander. Dus nu zitten wij allebei zo'n beetje te wachten op een partij. Ik kan ondertussen hier even kijken bij Dammen tegen Knevelaar.
zwarte stand lijkt iets mooier dan de witte. Wit staat, heeft een gevaarlijke binding hier in die randschijf. Het is de vraag of er nog iets te doen is tegen 1822. Ik zie het niet. Na 2721 lijkt 1116 te kunnen. Ik zie geen combinatie. Dus dat lijkt gewonnen voor Dammen. Natuurlijk, wit kan nog zo verdedigen. 944 om naar de 1-2 die schijf aan te vallen. Zwart heeft direct geweld zonder na te denken. Dus ik ben benieuwd wat het plan is. 6 bijtrekken is logisch. Terug naar dat moment. Ja, 17-1 is ook logisch omdat je alle andere zetten eigenlijk niet wil doen. 18-2 komt echt 44-9. Het is geruild in 8-13, dreigt nu 18-23. Verplicht zo'n beetje tot 32-8. Nu is de vraag hoe gaat wit zich wapenen tegen alle komende dreigingen. 449 lijkt een stabiele zet. De volgende zet is ook 205 naar voren mogelijk. Met de dreiging van Coupe Philippe. 47-2. Oké, zwarte veld zal waarschijnlijk hierheen slaan, inderdaad. En bouwt nu heel langzaam weer diezelfde poot op. En wit probeert een stokje voor te steken. De 12-18. Valt wit aan. Maar het is de vraag of dat genoeg is om schijf in steeg te gaan. Want als zwart dichtzet, wit kan nog een keer achterlopen, kan zwart weer dichtzetten. En op de volgende zet of 4-19-3 of 4-17-2 in schijf winnen. Lijkt me. Er gebeurt ook 42-7 wordt gespeeld. Maar ik vraag me af of 19-3 nu wel onderkend is. Ja, dit lijkt me gewonnen spel voor zwart. Ook omdat deze formatie op de volgende zet meteen ontwikkeld kan worden. Anders zou dit wel erg lelijk staan. Van 33-8 natuurlijk om van die formatie weg te spelen, maar op 33-8 komt een 2-2. Dit is helemaal een blunder vanwege 24-30. Oké. Ik ga terug naar het toernooi, kijken of ik een van deze spelers als tegenstander kan krijgen. Even kijken of dit stream in werkelijkheid draait, het zal wel. Terwijl ik ook wacht op een tegenstander. Hoi Wouskabouter, dank voor het kijken. Ik hoop hem tegenstander, volgens mij krijg ik er nu eentje.
Ja, het is Knevelaar. PP, prettige partij. Eens kijken wat het wordt. Het is een clubavond, dus laat ik maar de. Ja, gewoon interessant spelen. Er staat niks op het spel. 14-20 is de meest interessante zet ook. Nu vaak 14-19 en 30-4, 15 is ook een optie inderdaad. Nu vaak 17-1 gespeeld. ...17-2 ook een optie. Nodig het uit om mijn vleugel te ontwikkelen hier. Dus laat ik dat maar doen. Agressieve stand voor wit. Kijken of ik een keertje met 29-3 de aanval in kan. Eerst nog even de rest van de stand ontwikkelen en dan gaan. Zwart probeert zelf een beetje het centrum terug te pakken. Schoonste is nu 29. Maar ach, laat ik scherp spelen. Ik was niet met mijn plan om een aanval te spelen, dus laat het dan ook maar gebeuren. Ik kan zwart naar 30-4 meteen afruilen, dus misschien maar eerst even 22 weghalen. Wat nu doen, dan komt 23-28, dus eerst even dit gat sluiten of meteen aanvallen. Ja, laat ik maar even afwachten. Zwart wacht ook af. Op naar de Rozenburg, die er eerlijk gezegd wel heel mooi uitziet voor zwart. Kijk naar deze schitterende piramide, geen zwaktes. Terwijl ik schijf 48 mis. En hier de volle winkelhaak heb staan als ik in de aanval ga. Dus misschien kan ik beter wachten, kijken hoe of zwart zijn stelling nog verzwakt. Ik bedoel, zwart zou het liefst nu passen. Ophouden. Stand is af. 17-2, ja. Nou, dat geeft mij iets vaart. 2 tempi extra. Nou, 8-0-2 kan nu weer 13-19, dus dat wil ik eigenlijk niet toelaten. Laat ik maar 30-4 doen, kijken of dit eigenlijk überhaupt een beetje speelbaar is voor wit. Het plan zal zijn 38-2 en 33-8. Maar ik hoop dat ik daar toe kom. Volgens mij kan 38-2 nu.
zie geen combinatie. Ja, laat ik hem maar gewoon doen. En nu is 3 naar 8 toch een soort van dreiging, dus zwart zal 14 of 9-14 spelen, denk ik. Het voordeel van het niet hebben van schijf 27 is dat na 3 naar 8 nooit 2 om 2 in zit. Met laten slaan en vervolgens 18-2, 27 keer 18 en 12 keer 14, waardoor de druk op schijf 23 wel reëel is. Zonder schijf 40 was deze combinatie mogelijk. Slaat 2, zwart slaat 1, wit weer 1 en zwart 4. Een van de belangrijke combinaties in de Rosenburg-opstellingen. Zwart zal ook zeker kijken of 13-19 een optie is voor een combinatie, maar dat zie ik niet. 7-12, interessant. Wat komt er nu op 33-8? Behalve opvangen. Het is met 13-19 of niet? Ja, anders voor de zekerheid kan ik nog een zetje wachten, maar als 33-8 nu goed is, dan moet ik hem doen. Ja. Ik zie het niet. Misschien ben ik nog niet helemaal scherp of zo, maar. Dan zei dat maar zo. Aha, 14 en 9, 14 dan. Verwacht ik of nog een wachtzet, ja. Kan ik op zijn minst al ruilen. Maar ja, sta ik wel beter, denk ik. Maar ja, ach, het meest logisch is nog weer aanvallen. Dan heb ik wel weer een extra gat hier gecreëerd op 39. Moet wel een beetje weten wat ik doe. Ik zie nog steeds geen combinatie, dus dan moet ik het maar doen. De tegenstander zal ongetwijfeld weer gaan zoeken naar een combinatie, maar. Ja, vaak als zwart hier nog schijf heeft staan op 11 en 17, dan zit 13-19 er wel in. Vervolgens hier 17 keer 50, alleen ja, op dit moment ben ik me van geen kwaad bewust. En, ja. Concreet probleem voor zwart is als hij nu weer opvangt dat ik echt een schijf win met 32-7 en 27-22. Dus zwart zal 12-17, ja inderdaad, om 9-14 maar mogelijk te kunnen maken. Maar nu lijkt het er toch op dat ik een combinatie zou moeten hebben. 34, nou ja.
Niet ideaal misschien. Soms zie je ook wel 29-3 en dan naar voren slaan. De route, de slagroute ligt open, maar misschien moet ik maar even geduld hebben. Ik denk dat ik hier ook niet mijn schijfwinst behoud. Het zou wel leuk zijn om nu een zetje erin te vlechten. Ik heb wel een idee. Dat is de eerste stap natuurlijk. Ook even kijken of het trouwens geen zetje dreigt. Maar mijn idee is als volgt. ...42,8. De volgende zet. Nu dreigt 34, 27, 21, 22, 27, 21 min of meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik sla de 4 naar dam. Dan blijf ik er nog eentje achter staan. Dat lijkt me dan ruim minder dan dam. En na 9, 14 heb ik min of meer hetzelfde. Maar dan wordt 17, 2 gespeeld. Ook hier vaak ideeën met hielslag. Ik zie wel een beetje oppassen dat ik mijn stand niet overvraag. Ik wil nog steeds met een zetje winnen eigenlijk. 43-9 of 44-9? ...43-9 is misschien het leukste voor zetjes. 9-14 heb ik nog steeds 8-3-3 in de gracht. 22-7 nu 34-30. Daar draag ik sowieso mee. Wel eerlijk bekend dat ik 16-1 en 18-3 niet gezien heb. Maar gelukkig is dat niets. Daarom was 44-9 ook verhinderd. Ja, oké, 22-7. Dus nu ook in ieder geval... Nee, dit zetje gaat niet, want... Zwart staat die 3. Ik kan wel eerst die geven. 1, 2, 3, 4, 5. Dat lijkt me wel winnend. Nou, toch met een zetje gewonnen. Nou ja, nog niet gewonnen natuurlijk. Even. Oh wacht, nog leuker dan die is natuurlijk zo en zo. Tempo. Maar dat kost wel 1 schijf of 2 schijven extra. Beter zomaar. 3-3-2, 3-3-1. Okay. Ja, schrijf je oprapen voor onder zet. Het lijkt te kunnen. Ja, ik zie niet hoe zwart hier nog door kan spelen. Dertien. Misschien zo of zo weer.
Zo. Eens kijken of ik nu alleen maar zetten kan doen met de dan. En of ik dan ook een schijf kan winnen. Zoiets. Het heeft wel wat. Maar echt een schijf winnen zit er niet in. Ja, ik moet eigenlijk op mijn schijf ook alweer een keertje gebruiken. Maar het hoeft niet. 24, 9. Ik hoop dat ik toch een keer een schijf pak. Ze komen wel steeds verder natuurlijk. (laughs) 23,8, ja, gaat steeds verder. Ja, liter lopen ze natuurlijk stuk op mijn stukken die hier nog op de basis staan. Zonder dat mijn dam zelf afgepakt wordt. Hoe nu? Ook een keertje van achteren aanvallen, dat is natuurlijk ook wel leuk. Nu zo aanvallen, dreigt. Dus het moet al 24, nee. Oh, dit mag nu natuurlijk niet. Als ik nu hierheen ga, dan kan hij toch naar de dam lopen. Misschien toch maar een keertje met de schijver aan spelen. Ook al was ik dat niet van plan. Nu dus zo dreigen, min of meer. Tja, tja, tja. Nou, nu werkt het wel, toch? Nee, ik ben benieuwd hoeveel zetten ik al met mijn dam gedaan heb nu. Vanaf zet 34. Nou, bijna 20 zetten met mijn dam. Die zal wel moe worden. En zwart heeft bijna geen tijd meer ook. Kijken of we de laatste schijven nog kunnen opeten. Dam toch aardig werk verricht. Oké, goed gespeeld. Mensen. Chat. Hi Cesar 1OLB. Hallo. Bedankt voor het kijken. Sorry dat ik in het Nederlands spreek. Maar ja, dat is nou eenmaal de taal die we in Heiken spreken. Als het niet Drents is. Want als je de dorpshoeve binnenkomt waar de onderling is, dan staat er natuurlijk wel een plakkertje, een sticker. Hier kun je Drents praten. En ja, op de onderling is het meer Drents dan ABN, denk ik zo. Maar dat is ook de charme ervan. En zo leer je behalve Dammen ook nog maar eens een dialect. Oké, volgende partij tegen Dammen. Prettige partij. Half open klassiek. Wellicht, hè? Nee, 1823. Dan maar overschakelen op.
soort van klassiek spel. Met volle vleugels. Twee-zeven of 1-7, we gaan het zien. 2-7 is natuurlijk veel stijlvoller. Nou ja, oké. Okay. Hoeft niet, hoeft niet. Kijken of ik dan schijf 50 wel kan behouden. Als ik al over 1-7 begin te klagen. 24. 38 is zelfs gedaan. Nou ja, meest normaal 36, 1, 41, 6. Etcetera. Hier zijn wel leuke varianten. 24, 9 misschien. Maar ja, ook een leuk spel. Na 47, 1 wil ik 24, 9 niet meer hebben. Dus ik doe even nu 33, 8. 17, 1 en 23, 9 kan. 15. Ja. Kan nog steeds. Na 20-5 kan ik omhoog hier. Met spelbeelden. Doen we. En nu is de grap dat wit min of meer 36-1, 41-6, 31-7 op een gegeven moment kan opbouwen. Met ja, interessant spel. Hier natuurlijk een blok. Maar zwart heeft ook schijf op 7, waardoor 12-18 vaak niet mogelijk is. Dus ik ben benieuwd. Ja, 15-20. Daarvoor moet ik wel eerst even... 34 toe, meen ik. Ik weet niet precies wat naar 36-1 kan. Tenminste, ik meen dat 34 vaak gedaan wordt. Misschien kan ik nog één zet wachten. Misschien offert zwart dan. Wow. Nee, laat ik maar gewoon doen. En het idee is nu dat op 7-12 kan niet vanwege 20-18. Dus dan moet het lelijke 8-12 een keertje. Meteen al, dat kan natuurlijk. En nu is het interessant als ik dit zo even volbouw. Dus laten we dat maar doen. 12-18 kan toch nooit. Tegelijkertijd heb ik wel een dreiging naar 37-1 en 39-3 met 22-18 natuurlijk. Dus, ja, hoe gaat dit? Het is de kroonschijf. Na 94 nu kan elk moment die 202, dus dat sta ik niet toe. Dan wel met kettingstelling. Nou, interessant hoe het nu verder gaat als 17-1 bijvoorbeeld komt. Ik kan er nog niet achter vanwege een tempo. En, nou, ik kan misschien, had misschien wel gekund eigenlijk. 4-10 dreigt 24-30, dat is... akelig, misschien. Dus moet die.
En nu 17-1. Ja, ja. Maar wat is dat dan? 31-6. Ziet er niet betrouwbaar uit. Wel een beetje de vraag wat er dan precies komt. Aan de andere kant weet ik niet wat ik daaraan heb. Ja, ik los één van deze schijven op. Maar ik los ook schijf 7 op. Die wil ik misschien wel even houden, zolang het kan. Voor combinatietjes. Die en dan iets engs met 24, 9 of 24, 30. Maar als ik een zet, ik moet 7-12 niet toelaten, denk ik. Ik kan ook 8-4-2 doen voor de coupe Philippe. Nee, 3 vind ik mooi. 8-4-2 niet, dus laat ik maar 8-9-3 doen. 24-9, oké. Okay. Ja, dit zou wel eens heel sterk kunnen zijn. 1-6 mag het nu ook niet meer. Vanwege 9, 14, 13, 18. Aan de andere kant heeft zwart ook weinig spel op deze vleugel. Dus laat ik maar gewoon doen alsof er niks aan de hand is. ...45-40, 39-4, 43-9, beetje vastleggen. Neem aan dat ik op 8-12 altijd wel 22-18 kan doen, op zijn minst. 13-19, interessant. Wat komt nu op 31-6? Op dit moment wil ik misschien wel overschakelen op één. Schijf minder op deze vleugel. Of eerst 9-3, maar dan komt waarschijnlijk 9-13 of 8-13. Het is wel een interessante stand. Interessante vraag of schijf 7 nou goed is of slecht. Laat ik het. Laten we het even zo houden. Dan zien we het vanzelf. Het is wel zo dat ik nu met deze stand weinig eigen combinatiemogelijkheden heb. 2-8 is nooit iets. Het gaat alleen maar om de Z31-6 eigenlijk. En die kan zwart nu wel weer gaan verhinderen met 9-13 en 9-14, 19-4 en dergelijke. Mocht u denken, er rijdt een brandweer langs. Ja, dat is hier in Groningen. Ik hoop dat er niks ergens aan de hand is. Want het klinkt niet best. 9-13, dat is op zich mooi, want daarmee blokt hij ook schijf 2 een beetje. 19-4. Hmm.
Echt veel speelruimte heb ik hier nou ook niet meer. 39-3, 23-8, slaan met 34. Met zeer interessant spel. Ik kan nog ook maar inzet wachten. Dan komt waarschijnlijk 13-19 en dan wordt 9-3 helemaal penibel. Laat ik het nu maar doen. Weinig tijd meer, 30 seconden. Wel 5 seconden per zet. Dus, nou ja. Nog wel wat tijd om te denken, maar. Kijken wat, of ik nog combinaties erin kan breien. Na 23-8 in deze varianten. Dit vind ik het meest positioneel nu voor zwart. Het 1-6 is nog steeds verhinderd. Dit is heel scherp. En misschien dan heb ik ook wel weer vertrouwen in mijn eigen stand. Dus inderdaad, correct gespeeld. Kan niet naar voren waarschijnlijk vanwege simpel 8-12. Althans, nou, is dat zo? Ik heb een soort van Koopmanori, maar dat slaat niet heel veel. Volgens het 19-3 moet ik wel proberen te verhinderen. Hoe doe ik dat? Laat ik maar gewoon even wachten. 7, want 3 in de gracht, dan kwam 7-12. I guess. Dus dat moet al helemaal niet. Nu op 19-3 kan ik in ieder geval 3 in de gracht doen. Ja, moet wel. Hij heeft toch tijd zat ook, dus helemaal niet leuk. Maar ja. Ik zit nog steeds met dit hele blok. Volgens het 9-3 heb ik wel weer formaties. Ik kan 48 daarheen, heb ik nog mooi schijf 50. Zoals ik wilde. Zo. Laat ik maar even inzetten wachten. Ik weet niet wat 8-13 nu is. Oké, wordt niet echt naar gekeken. Nog steeds interessant of dit ooit tot leven gaat komen. Of dat de conclusie moet zijn dat 1-6 eerder toch wel verstandig was geweest. Zwart heeft natuurlijk hier een aardige blokkade, maar komt wel een zettennood misschien. Nou, ik bedoel 8-13 kan nog. Oeh, 25-30. Ja, had ik nu maar iets van bedenktijd gehad. Oké, 30-5. Ja, hoe gaat het? Op die heb ik die. Op 8-13 heb ik niet zoveel. Maar ik blijf wel dit verhinderen. Dan ook kan 20-5, 30-4 wel. Het ziet er niet best uit. Of kan nu gewoon deze? Laat ik maar. Ja, ik heb toch niet zoveel keuze, dus een beetje geluk kan het. Dat dit nu een ruil is of zo. Maar ja, 7-12 is ook weer een ander verhaal. Inderdaad. Nu terugruil of zo? 30-4 kan ik echt niet toelaten. Ja, terugruil. Optimaliseren. Schrijf 50 nog steeds daar. Straks kan ik weer 36-1 doen. Is het toch nog gelukt? Die schijf daarheen te brengen. Waar is dan wanneer? 23-9 dient zich wel aan. Waar? Lijkt alsof er toch echt een brand is dan, ja. Nu moet ik snel aanschuiven misschien. 36-1. 38-3. Een beetje
impuls zet. Maar goed. Nou ja, heb ik toch de formaties die ik zo graag wilde. 17 kan natuurlijk met vrij klassieke stand. 23-9 kan die ook. I guess moet ik toch met 50 gaan spelen. Dat is jammer. Ja, laat ik maar doen. 50-4, lekker flexibel. Ik kan beter daar staan. Is veiliger. Ik kan die of zo. Moet die? Die tussen. Oeh. En nu erop. Ik had die weg. Het is een beetje shaky allemaal dit. Maar zo doen. Defense. Misschien sta ik. Liever nog die schijf op 50 gehad. Maar. Lijkt me gevaarlijk voor mij. Dit recht ook al behoorlijk. Die kan natuurlijk ook. Maar nu. Is misschien een beetje het gevaar geweken. Of is dat optimistisch? 12, 18, 22 terug. 21-6, een beetje wachten. Ja, het blijft al slechter. Nu heb ik 39-4 op de volgende zet. Als ik het wel heb, laat ik dat maar gewoon doen. Win ik dan niet gewoon een schuif? Ja. Verdomd. Het wordt trouwens wel donker hier ook. Hè? Oh! Ik win geen schijf. Dat was een beetje naïef, ja. Zetje. Mooi gedaan. Ja. Hoogmoed. Gevaarlijk, hè? Ja, die. Ja, dit is gespeeld. Ik kom die triktak nooit meer over. Gefeliciteerd. Ho, remise aanbod was een foutje. Opgeven natuurlijk. Ja, dat was lekker naïef. Met 39-4, 21-7, mooi zetje. Dus beter was geweest. 41-7. Hoewel dan wel 12-18 kan met steeds wat druk. Ik ga even kijken hoe het hier met de brand zit. Ik ben zo terug. Mijn microfoon uit ook en zo. Zo, dat is beter.
Er was inderdaad een brand hier in Groningen. Het raam zijn nog steeds de rookwolken te zien. En dat is wel. Ik hoop dat het een beetje oké is. Vlak naast de synagoge lijkt het. Die in de Volkingenstraat staat. Weer tegen Knevelaar, 34-30. Laten we nu eens gaan. Nou ja, weer agressief spelen. Dat ging net wel goed. Prettige partijen. Dan gaan we nu voor de KVO. Beetje gevaarlijk, maar. Nou ja. Het allergevaarlijkste is nog. Tijdnood en naïviteit, zoals we net zagen. 34, interessant wel. Dit lijkt dan weer op de 34, 20, 5, 30, 4 opening. Dus, nou ja, even kijken. Maar ondertussen even een mandarijntje. Vitamine C en goed voor het immuunsysteem en zo. 28, interessant. Kan nu min of meer reageren met 21,7. Kan het ook weer dit laten staan. Dat is ook wel interessant. Ah, Cello Verde reageert ook met Linken RTV Noord. Ja, daar heb ik nu even geen tijd voor om het op te zoeken. Maar inderdaad, Iepen Molendrift, of hoe die straat ook heet. Ja. Uitslaande brand in een woning in stad. Dat is niet zo best. We hopen dat het goed is afgelopen. Plan is om veld 18 te ontruimen, dan 14-19 aan te vallen. Ik weet niet of 15 daar per se bij hulp, omdat dat nog wel eens wat slagjes mogelijk maakt. Net 1. Juist. En die kant op. In principe kan ik beginnen met aanvallen. Over veld 19. En toch nog mijn KVO spelen uiteindelijk. 7 gaat niet vanwege 34 daarna. Ik heb 5 aanvallers tegen 5 verdedigers. Dus interessant. Oké. Weer. Als ik die allemaal tegen elkaar uit kan wisselen, dan is die vleugel van wit verzwakt, maar. Met de formatie 48, 43, 39 dan nog in stand. Is maar de vraag of ik daar echt iets kan, maar. Nou ja. Het liefst ook wel even nu 39 of 49. Om te kijken of 39, 3.
komt. Anders dan komt die sowieso tussendoor. Want mijn 9-3 stopt mijn aanval op de voorpost eigenlijk. Oké, 50-5, dus dan blijft het mogelijk om aan te vallen. Opent ook de slagroute naar 45 eventueel. Soms is het daarom beter om met 49 op te vangen eerst in plaats van 50. Maar goed, heel duidelijk is het niet of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Moet ik al haast zoiets als ...14-20 en dan 9-14. Nou ja, dan kan ik altijd wel weer overschakelen op een soort van vleugelaanval. Door nog een keertje op te lopen en 13-19 te raden, 49-4. Dus wit kiest ervoor om het helemaal uit te laten wisselen. De aanvallers en de verdedigers. Ik verwacht nog steeds 40-5. Het zou kunnen dat wit nu consequent een combinatie gemist heeft, maar die niet gezien. 1-7 kan natuurlijk wel nu, maar nog steeds doe ik 14-19 en richt ik al mijn pijlen op die vleugel. Interessant hoe dit gaat. Wit heeft hier natuurlijk in principe een korte vleugelopsluiting, maar wat dat waard is in deze variant. ...18 kan ook min of meer met dreiging 21-7. Hoewel, niet echt een dreiging vanwege deze formatie die ik al eerder noemde. Dus nou ja, moet ik hem afruilen. En kijken. Het staat heel lelijk dit allemaal nog, maar deze vleugel is leeg. Ik kan nu een schijf offeren, dan 14-9, komt waarschijnlijk 42-8. Niet echt een succesvol offer. Nog een andere manier van doorbreken.
Niet direct. Een andere manier van offer, moet ik zeggen. Ja, dit moet ik maar zo doen. 27-2 is geen probleem op zich. Daarmee word ik weer bevrijd. Vraag me wel of wat ik 27-7 precies doe. Van 18 kan dan eventueel 29-3. Met onduidelijke stand. 36-1. Dat is in principe goed nieuws. Dus nu is de bedoeling om schuiven naar links te spelen. 19-4 kan ik even mee wachten. 12-18 moet sowieso, denk ik, want ik wil niet 19-3 doen. Schijf 19 is een belangrijke. Schijf om connectie te houden in mijn stelling. Misschien 19-4, 18-3 als ik daarmee wit overval. Negen naar 4, ja, is logisch. Dus denk aan 7-12-1-7. Vervolgens 18-3 keer 3 traden. Ja, laat ik sowieso maar 7-12 doen. Dan moet wit ook rekening houden met 25-30 en 18-2. Tenminste, een beetje. 42-8, 38-3. Dat is het snelste voor wit. Anders laat dit ook 19-4 en 24-9 toe, eventueel. 42-8, ook 43-9, oké. Okay. Nu op 19-4 naar voren. 9-3, 24-30 ben ik al door, zo'n beetje. En anders kan 24-9 toch? Of ligt het aan mij? Ik denk niet dat dat er maar ligt. 1-7 lijkt ook wel aardig trouwens nu. Er kan nog 42-8 weer. Laat ik dit proberen. Interessant stelling. Dus op 42-8 moet ik nu echt omhoog. En dan kan 8-4-3 in principe. Dan 25-30 bijvoorbeeld. 39-3. Weglopen. Wit er wel terug. Dan doe ik een 30-34. Het lijkt een doorbraak. Om dit te verhinderen zou 42-7 daar moeten. Maar dan is 18-3 wel heel logisch. Zonder vrees voor 27-2. Ja, 2-4-7 inderdaad. Ik vraag me alleen af hoe 18-3, 9-3 gaat. Alternatief dat ik heb is. Nee, niet echt een alternatief. Dreigt zo, neem ik aan. En naar deze moet ik maar gewoon meteen aanvallen.
Met een eindspel. Waarin ik hopelijk een tweede dam kan halen. Maar het is niet helemaal. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Het is helemaal niet duidelijk. Hoe zeg je dat? 12, 18 mei voor de zekerheid. Ja. De wit heeft moeite met de dam halen, waar dan ook. Vanwege de vangstelling, hopelijk. Plus na 44-50 krijg ik met 18-2-17-2. Dus dan moet al iets als 48-2 of 48-3, ja. Als ik nu dat neem, dan kan ik worden afgevangen. Loop ik wel weer naar dam. Maar... Ik kan ook wachten nog even een zetje. Het ziet er vrij hopeloos uit voor wit. Als ik nu naar dam loop. Ik kan op elk moment nog dit nemen natuurlijk. Dat scheelt ook. Ja, 46-1. Nou, nu 41-6 heeft hij wel weer formaties, maar dan ga ik het nemen hoor. Dam gehaald. Het leukste zou zijn 6-11. Maar ik zie niet echt wat het is. Dus laat ik maar gewoon normaal doen. En naar voren. Want nu zal ik wel veel schijven slaan. Naar die of zo. Ja. Hop, hop, hop. Nou, dat was een interessant partijtje. Beetje risico genomen, maar het plan kwam er uiteindelijk uit. Goed gespeeld. Was wel spannend. Van deze fase denk ik als 42 naar 38 was gegaan, dan was het wel... onduidelijk hoe het zou eindigen. Ik denk nog steeds dat het voor zwart wel oké moet zijn. 42-8, 1-7, 38-3, 2-8 of iets dergelijks, 47-2. En dan een keer 18-3 keer 3 of zo, ik weet het niet. Heeft wel wat voor zwart, denk ik. Nou ja. Shiza, 37, hallo. In de Twitch chat. Ja, ik heb vanavond dus gekozen om deze clubavond te streamen. Het grote alternatief was natuurlijk de PC Best Cup online. Waarin vanavond de laatste twee rondes waren. Om 8 uur en om 9 uur. Martijn van IJzendoorn nam daar aan deel namens Nederland. Als ook Getmanski voor Rusland en Watutin voor Wit-Rusland. Aangevuld met Polen. Of je moet zeggen, de Polen zijn aangevuld met de grootmeesters. Maar waaronder onder de Polen... natuurlijk Natalia Sadowska. Ik ben wel benieuwd wie er gewonnen heeft eigenlijk. Als iemand dat weet, laat het even weten. Voor vandaag stonden Getmanski en Van IJzendoorn gelijk met... Wat zal het zijn? 16 en 9. Allebei twee remises gespeeld en de rest gewonnen. Maar omdat ik al had toegezegd dat ik dit zou doen. En ja, ik vind de clubavond gewoon belangrijk. Dus zeer de moeite waard om te streamen. Hoe dan ook. Verder...
Hij heeft 2 potjes gewonnen, dus Martijn van IJsselen heeft 2 keer gewonnen. En Kepmanski heeft er 1 gewonnen en speelt de 2e nog. Dus als Kepmanski daar een punt laat liggen, wint Martijn van IJsselen het toernooi. Dat zou mooi zijn voor Nederland. Verder is er dan nog op zaterdag de oefensimultaan van... De oefen-internet-simultaan, moet ik zeggen, van Johan Tegen Dekker. Hij komt uit Gorendijk en gaat het wereldrecord kloksimultaan dammen aanvallen. In Heerenveen is dat, Sportstad Heerenveen, bij het Abelenstra Stadion. En oorspronkelijk was die aanval gepland voor zaterdag. Maar het is natuurlijk niet mogelijk in verband met corona, perikelen, maatregelen en dergelijke. Maar om toch iets door te laten gaan en van de mogelijkheid gebruik te maken dat er nu weinig sport is op televisie, weinig live sport, heeft John Teker ervoor gekozen om toch een simultaan te gaan doen en dan een internet simultaan. Waarbij zijn tegenstanders dus niet naar Heerenveen hoeven te komen, maar op deze website of op Leadrafts tegen hem kunnen spelen. En op die manier kan hij zich voorbereiden voor de simultaan. En het grappige is dat hij daarbij zelf niet op 1 laptop speelt, maar ook op 30 laptops. En zelfs dus nog steeds rondrent. En op die manier ook het fysieke element van de kloksimultaan daarmee traint. En ik zal daar in Heerenveen ook zijn. Dan niet om te dammen of tegen hem te spelen, maar om ook verslag te doen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat zal gaan. Het is een heel leuk evenement. Mooi dat Johan Terke dat doet. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. En hopelijk kunnen we ook heel wat niet-dammers, of slecht woord is dat, heel wat mensen die de damsport nog niet ontdekt hebben te bereiken. En ja, zo het dam een beetje onder de aandacht te brengen. Want in principe is het voor sporters wel, sportfans wel interessant, denk ik. Er zit veel dynamiek in zo'n kloksimultaan. En gewoon spannend wat voor score het gaat worden voor Johan Teken. Plus het is uniek dat er nog nooit een hybride simultaan is gedaan zoals dit. Waarbij de simultaangever rondloopt, maar toch online speelt. Speelt inmiddels tegen Berend P. Prettige partij, Berend. Rustige opening. Normaal is nu 19-3x3. Maar dat is niet het thema van de avond normaal. Dus misschien maar iets anders verzinnen. Gaan we hier voor de KWO gaan. Of voor de eindeloze vleugelaanval. Ik weet niet of het daar heel voor geschikt voor is, deze stand. Maar ...20-5 vind ik wel wat hebben. Doelschrijf 46 staat er toch te veel. En kijken of ik zo lang mogelijk kan wachten met ruilen. 46-1 lokt 20-4 uit, wat 39-3 verhindert.
Slim zou ook zijn 15, om dan 993. Heb ik dan 17-1 of zo? Niet duidelijk. Kan 1-6 toch gewoon. 15, 9-3, 17, 2 keer 1. Dan kan 20-7 weer. Met een mooie ontwikkeling. Dus 20-4 ligt heel erg voor de hand. Aha. De chat nu staat dat Gutmanski gewonnen heeft. Dus inderdaad gelijk geëindigd. Ik weet niet precies hoe... Hoe ze dat gaan beslissen. Voor Martijn van IJzendoorn zou het goed zijn als ze dan potjes gaan doen met 30 seconden op de klok of iets dergelijks. Dat kan Martijn heel snel. Maar nou ja, ik weet het niet. Misschien laat ze er ook gewoon bij. En denken ze van, het is mooi geweest, de eerste online editie. Eerste online toernooi. Hoe dan ook, ik ben een zet. 16-1, 1-6. Nou, en laat ik wel gewoon 20-4 doen. Mezelf niet te moeilijk maken. Zo'n 9-3 verhinder is wel gewoon normaal. Als ik in de rand sta, dan kan 28-2. Dat wil ik niet. Lijkt het toch wel weer een hele normale stand dit. Waarin het normaal is om klassiek te gaan spelen. Dus ga ik dat ook doen? Of ga ik nog steeds een beetje gek lopen wachten? Nee, laat ik maar klassiek doen gewoon. Schitterende stand voor zwart. Alleen moet wel bewegen. ...13-18 kan 28-2, dus dat doen we niet. Beetje kort op de bocht, maar oké. Dit soort overgangen zouden in principe goed zijn voor mij zonder schijven op 6-11. 1-6 misschien de aangewezen zet. 6-1, 1-4-6, later 1-7. Zal ik daarover nadenken? Ja, verdomd. Dat kan natuurlijk. Maar nu kan ik wel weer die strategie spelen, alles naar links. Dus dat is mooi. Even 39-4 niet toelaten. Niet dat het per se een sterke zet is. Maar... Ja, dat is geen sterke zet. Ik kan het mooi dit laten staan. Kijken of ik 16 nog een keertje kan oplossen. Dat kan natuurlijk zo, maar dan is 22 weer weg.
Ja, en zo speel je een paar leuke potjes. Op de clubavond. Vaste act in Heiken was ook altijd eigenlijk de toneelvereniging die op dezelfde avond zijn repetities deed. Dus vaak op maandagavond konden we ook meegenieten van het op handen zijnde stuk van de plaatselijke toneelvereniging. En ja, dat mis ik nu wel een beetje. Ik zou natuurlijk voor de grap een of andere musical op kunnen zetten, maar ja, is het toch niet echt. 41-7. Kijken of ik een slagje erin kan brengen. 16-1. 31-6. Dan iets. Maar ik zie het niet. 24-9. 44-40. Zie ik het ook niet. Dus logisch ook zijn om hier even iets te doen. Ja, laat ik maar één zetje doen. Enige 6 in principe een goede zet. Dan brengt stel 22-17 aan de orde. Aan de andere kant kan ik nu wel hier een beetje vastzetten. Laat ik het maar doen. Tot zover mijn strategie om hier alleen maar heen te spelen. Nu wordt het opeens een gedegen omzeiling van de hooglandaanval. Beter dan deze zetten hier was misschien om toch eerst hier dit op te bouwen. Eventueel over veld 29. Kan ruilen natuurlijk. Hoewel, wil ik inschuif. Ja, in principe is het een prettige positie voor zwart. Wit kan niet veel actief doen. Maar 9-3 moet ik wel een keuze maken. Luidt 22-17 toe of niet? In principe niet. 44-40, oké. 1-6 wil ik nog niet doen. 3-8 is misschien. Tja, is dat logisch? Ik weet het niet. Nu 44-4. Wacht zet. Moet ik ook maar wachten. 3 of 14 of zo. 1-6 vind ik al mooi. Formaties. Ik kan gewoon zet 13-18 ruilen. Dan staat wit al een beetje. Nou ja, kan ik tegen die binding spelen in ieder geval. Ja. Dat kan. Wat doe je daar tegen? Niks. Ja, naar 30 graden. Met nog steeds de omzeiling van die hooglandaanval, maar die lijkt nu opeens wel best goed. Moet maar die kant op met mijn schijven. Kan wel interessant worden. Doordat wit nu op 29 staat al, is het in ieder geval niet meer mogelijk om hierheen te ruilen vanwege 1 en 2 straks. Deze kan nu weglopen. Niet veel tijd meer, dus moet een beetje
improviseren. Ik verwacht een 8-3 of 9-3. Ja, 9-3. Dan was ik dit van plan. Oké. 4-9, dat... gaat toch in de verkeerde kant op, dacht ik. Misschien 3-9 en daarna 35 naar 44 is normaler. Het kan wel nu vrij schoon terugruilen. Ja. Ja, wit heeft eigenlijk geen zwaktes. Dus... nee, misschien maar even terugruilen. Hoewel het niet interessant is vanwege 22-17. Maar 12-17 is ook te vroeg voor eigenlijk. De volgende zet. Tja. Oh, maar ik zit hier op te spelen natuurlijk. Dat is giftig. Het zal mij benieuwen. Of dat komt. Het is wel de meest... van de meest normale settingen. 19-3, dan 9-14. 50-4, een degelijk setje ook. Nu heb ik wel weer kansen als ik een keertje deze schijf afruil. Tegen deze schijf te gaan omsingelen. Hoop ik. Nu moet ik wel eens een beetje vanwege dit. Terug, of naar voren, terug maar. Ja, kijken of ik die schijf kan winnen. Nou, deze is 12-17 ook interessant. Dat is een slimme zet vanwege 2-2 die dreigt. En 7-11 of zo, daar kan ik die niet uithalen. Dus dat moet ik maar toelaten. Zij zo. Misschien hoeft wit niet te nemen. Neemt ze wel. En alles wat ik nu nog over heb is iets van een druk hier. Misschien. 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 Ik kan zo en zo, maar dan sta ik alweer daar. En deze formatie die beschermt mij misschien op deze vleugel. Wit kan dan moeilijk doorbreken. Ik kan wel hier komen. Of... kan wel op 16 komen of op 17, maar niet op 16 en 17 tegelijk in principe. Dit is ook nu een aangename zet. Dat het dan een beetje blokkerig staat. Ja, dat lijkt me een aangewezen zet. 3 naar 8. Poorten gaan open, een klein beetje. Als de schijver daarheen speelt, dan is het mooi makkelijk. Dus ik moet nu proberen door te breken. Of ruilen. Misschien zonder ruilen. Ook wel een stand waarin je wat bedenktijd kan gebruiken. Dit er 4 ruilen of niet ruilen? Nee. Ik me wel af naar die bijvoorbeeld, die, dat. Dan die en dan kan 43 9. En dan heeft hij het staan of niet? Nou, niet helemaal. Grappig altijd toch. Die doorbraak aanhoudende pressie op die vleugel. Volgens mij kom je altijd wel een heel eind. Hoe wil ik dat doen? Zo hè? Ja. En dan die, ja. Dan lijkt wit het weer aardig voor elkaar te hebben, maar volgens mij kom ik nu met een mooi offer. Volgens het die en dan die. Nou mooi, toch nog gelukt met die strategie van alles die kant op. Nou ja, gelukt, dit is natuurlijk sterk. Ja, dat is lekker gezien. We zijn weer overmoedig daar. Nee, dit zou wel eens helemaal verloren kunnen zijn.
Ja, dat moet ik nog proberen eigenlijk. Dit kan ik echt niet toelaten. Of wel? Nee. Oh, ja. Dan kan die zo doorheen. Dat gebeurt ook. Ik kan nog een beetje doen alsof ik daar door ga doorbreken. Dan op, toch opeens die vleugel. Ja, die ja. Dan die. Ai, 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 ai. Iets te enthousiast daar met het offer. Als ik daar even mee wacht, dan zou ik toch denken dat het goed moet zijn voor mij. Ja, en dit is natuurlijk verloren. Gefeliciteerd. Dat was even heel slim. Van wit. 24-9, dit. Vreselijk. Dus wat moet ik wel doen? Eén zet wachten. Eén zetje wachten. En dan kan wit het er al niet meer inhouden. Die bijvoorbeeld dan dat en dat. En dan heeft wit na deze al geen goede wachtzet. Nou ja, het was een interessante partij. Iets te snel. Op het einde moest ik. Bedankt, ik had het niet verwacht, zei Berend. Ja. Ja. Ik ook niet. Ik zal nog even zeggen, ik was iets te snel. Ietsje te snel. Knevelaar, dat is al de derde keer. 34 weer. Nu voor centraal spel. Kijken of ik deze Heik en DTC Arena met een goede partij kan eindigen. Dat zal wat zijn. Even de gordijnen dicht, dan lijkt het iets lichter in de kamer. 1,6. Laat ik maar gewoon op het centrum spelen. ...32,8. Dan is op 10-14 is 35-30 alweer mogelijk. Dan kan ik wel 4-10 doen. Ja, een beetje bot, maar niet slecht. Oké, okay, wordt niet gespeeld. Tegen 26-1, dat gaan we niet doen. Ja, en volgens het 18-3 misschien. Kijken. Beetje pressie. Net als in de eerste partij. Ging wel lekker. En zo zie je maar bij snelronden kun je maar best gewoon ongecompliceerd spelen. Niet te veel leuke dingen willen. Dat is natuurlijk leuk voor zo'n avondje en leuk voor de streamer. Stream misschien, maar qua punten. Weet ik het niet. Wil ik nou een schijf hier of niet? Nou, ik win geen schijf. Na 47-1 en 42-7, als ik dan weer ga, dan kan wit laten slaan in 33-8.
Hoe dan ook, was 21 7 keer 7 wel de logische zet. Nu de vraag, wil ik nog iets anders doen? 42 7. Nee, daar begin ik alweer. Twintig, vier, vijftien, twintig. Dat laat 41, 7 toe. 20, 4, 3, 9. Heeft dat wel iets of niet? Lijkt vooral slecht. 4, 9 en nog iets. Of ik doe even gewoon een normaalste zet. 12, 18, 23. Of 13, 18 en dan 7, 11. En dan... Dan draag ik wel weer. Met 18, 3. Ja, dat is wel logisch eigenlijk. 1, 4, 7, 18, 3. Ja, dan kijken hoe dat gaat. Toen me denken aan een partij die ik had tegen Marcel Sharafutinov. EK 2016 Turkije. Of 2018 is dat? Nee, 2016 denk ik. Waarin ik ook in de opening al probeerde die schijf te winnen. Dat ging behoorlijk. Dus nu komt vermoedelijk de eerder genoemde rel op het bord. Dan maar zien hoe dat in de praktijk gaat. Dus nu die slag. 50-5 of zo en dan 33-8. Dan moet wit al zo slaan. Dan kan ik bijvoorbeeld 70-32 of 16-1 doen. Ja, gaat gebeuren. Het heeft geen keus, lijkt me. 35-30. Maar nu kan 33-8 niet meer, omdat dan een 1-2 achterop zit. Wellicht 35-5 en dan 33-8. Nou. Interessant. Dit gaat een schijf kosten, denk ik. Nu heb ik dus één schijf meer. En dan 17-19-4 nog steeds. Ja, dat doe ik. Dan kijken of ik misschien, mocht wit opgeven, nog een partij kan spelen. Nog 2 minuten. Deze arena. Natuurlijk heel snel winnen. Op tijd winnen. Zoals Michiel Kroesberg dan zegt. Zoals hij een keer in de internationale competitie op tijd won. Toen hij nog een trein moest halen. Om 4 of 5 uur 's middags. Even kijken. De toernooikoppelingen zijn nu gesloten. Dus laat ik maar even mijn andere partijen meekijken. Koopman W tegen Smitty. De schijvenaantal is 1 meer voor wit. Even kijken wat er gebeurd is. Oké, hekstelling.
normaal. Lastig tempo voor wit hier altijd. 28-3 dus. 16-1. 7-12 kan. Wel, denk ik. Komt er waarschijnlijk op neer dat zwart daarna op enig moment 13-19 moet doen. Maar kan. Oké, 16-1. Kan ook. 8 keer 17 om alles maar die kant op te spelen. Benieuwd wat nu op 28-3 komt. 2-8-3-8. Nou ja, oké. 17-2 laat wel van alles toe. Wordt ook genomen. Oh, 20-4. Dat is een misklik. 24 of zwart dacht al dat hij daar stond. Kijken of zwart nog kan terugkomen in de partij. Het lijkt er niet op. Blokje is niet best. 11-17 mag al niet. Misschien 18-2. Tja, ja, goed gedaan. 22-8 dreigt natuurlijk. Maar er is buiten 36-1 geen set waarmee dat erin blijft. 22-8, gewoon degelijk en sterk. Daarna is dit plan heel goed. 19-3. Denk ik. Zwart kan natuurlijk dichtzetten. Maar dat verandert niks aan het plan voor wit. Mocht je nog kijken, laat even weten dat je dat doet. Ik ben benieuwd wie daar eigenlijk allemaal meekijkt. Wat je ervan vindt. Of je nog iets anders zou willen zien. Dan een clubavond of een simultaan of een analyse of een... Wat hebben we nog meer gedaan? Toernooitje. Ik bedoel, er is van alles mogelijk. Ik kan zelf ook wel weer een keertje een eigen simultaan sessie houden. Of verschillende op een avond, zodat er meer mensen mee kunnen doen. 8-12. 6-1 was een stijlvolle zet. Of het nou de meest veilige is, weet ik niet. Nu 13-18. Ja. Kan dat dan niet meer? 1-7 is wel mooi. Maar dan komt misschien toch 7, 11, 11, 17, 17, 22. En 18, 2, daar moet wit nu wel een beetje op letten. Dus ja, 36, 1, mooie zet, maar... komt nu. Dan moet zwart. Ja, of 12-18 of 12-17. Op 12-18 zit er al een zetje in. Maar... Tja, veel keuze heeft zwart natuurlijk niet met een schijf. Minder al. En een ziekenhuisstand. 19-3, zo slaan. Zo natuurlijk. Nou, 12-18 kan 35-30 en 37-2. Dan loopt wit wel, zwart wel in door. Ja, we kijken nog even deze partij af. En dan wie er het toernooi gewonnen heeft. Ik ben benieuwd. Ik zal het niet zijn. Leuk. Potjes gespeeld, maar punten, homa.
11, 17. Zou ik denken 38, 2. Oh nee, dan komt 7, 12. 37, 2. Dit plan vind ik ook nog steeds wel voor de hand liggen. De volgende zetten. Teruggeslagen. Kan. Maar zwart zal toch langzaam wel een beetje weer hoop krijgen. 7 er actief bij. Zeven, 22, 7 of iets dergelijks. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat deze 4 schijven tegenover deze 5 van wit economische opsluiting zijn. Geven voor zwart. 41-7, oké. Okay. 42-7 lijkt me, en 41-6 lijkt me iets flexibeler, maar goed. Kan vast. Dus, maar nu naar deze. En dan kan macht 12-18 niet, vanwege 28-3. Ja, het zal nog steeds wel gewoon winnen voor wit, maar... naar 30 en 28-2 is dan leuker natuurlijk. Maar zwart kan nu ook 21-6 spelen. Ik verwacht, ja, inderdaad. Twee, vier, zeven moet maar 12-18. Nog een beetje goochelen. Hopelijk. Maar ja, na 94 heeft dat in principe ook geen nut. Maar wit begint iets te nemen, 35. Ja, komt er nu misschien achter dat deze schijf toch gaat doorlopen. Nou ja, 28-2 moet nog steeds wel gewonnen zijn. Toen staat zwarter, witter, pardon. Liefst 3 voor en dam halen wordt ook een probleem, denk ik. Heel goed. De commentaar geeft een stuk makkelijker aan het spelen. Ah, maar wit gaat niet voor het verhinderen van de dam halen, maar voor de eigen doorbraak. En nu kan dit wel weer, meen ik. Ja, terwijl op dit moment was 10-4 nog wel aardig, omdat op 35-40 komt 4 keer 36 en zwart moet er 3 slaan. Waarna wit de zwarte dam slaat. Dus zwart is weer enigszins terug in de partij. Voor remise dan. Het lijkt. Oh nee, dam halen kan natuurlijk niet vanwege 39-33. Zwarte dam staat er 2 en wit geeft deze weer. En dan, ja, wit kan zelfs hierheen slaan. Met dubbele oppositie.
Dus zwart wil ook niet 25-30 spelen vanwege deze 1-2. Op die manier, door alles weg te strepen, blijft deze over, maar dat lost de boel niet op. Dus ja, wit heeft het prima gedaan. Kijken of zwart nog iets probeert. Is een eind gekomen, dus zal niet opgeven. Vijftien, veertien, dertien. 27, 31, ja. Het meest logische. Maar na 39-4 bijvoorbeeld moet zwart nog een schijf geven. 39-3, interessant. Omdat nu toch 25 ook kan gaan lopen. Damhalen is wel verhinderd door 29-23. Maar opeens zijn er weer twee. Deze zet was misschien niet scherp. Nou ja, maakt ook niet veel uit. Het is hoe dan ook gewonnen voor wit. Offeren de volgende zet en dan halen. Ja, dit is klaar. Mooi afgemaakt door wit. Wit zal hierheen slaan. Als zwart aan dam haalt, wordt hij afgevangen. Gefeliciteerd, Koopman W. Kunnen wij nog terug naar het toernooi. Kijken wie er gewonnen heeft. Ik zal even kijken of dit een beetje in beeld is. Ja, inderdaad. Dammen, inderdaad. Ik verloor al van hem. Haar. Ik weet eigenlijk niet wie het is. Heikneuter tweede. En Smitty, ondanks de nederlaag in de laatste ronde. Die overigens niet meetelt. Derde. Sta zelf op de vijfde plek met 8 punten uit 6 partijen, als ik het goed heb. Ik houd hier even bij. Ik ga nog even met de rest van de club naborrelen, na-evalueren. En kijken of we dit eens vaker kunnen gaan doen. Dus iedereen die gekeken heeft, bedankt voor het kijken. Ik heb me wel weer vermaakt, een paar leuke potjes gespeeld. Resultaat niet zo fantastisch, maar een beetje kunnen experimenteren weer. En daar is een clubavond ook voor bedoeld. Of geschikt, moet ik beter zeggen. Wat mij betreft geschikt. Oké, fijne avond, tot ziens.